Het begint een beetje saai te worden, hè. Het is alweer zo'n mooie dag. Ja, in de lucht niet zo. Maar mooi rustig water. Je hoort de ganzen vliegen daar. Wat een heerlijk plekje is dit, hè. Echt. Ja, mooi plekje. Over water gesproken. Ik ga even water tanken. Hebben we weer 20 liter. En zoals je ziet hebben we daar hele mooie rugtasjes voor. Die kun je ook gebruiken als fietstas. En ik heb ze nou als, ja, zeg maar dat de zon niet bij het water komt. En bij de jerrycan, zeg maar. Hè? Dat er zeg maar algengroei in komt. En dan liggen ze mooi hier zo. En als de andere jerrycan leeg is, die 20 liter. Ja, maar die is nou vol. Dan heb ik namelijk wat hierin zat, heb ik daarin gegooid. Dan gebruik ik die eerst. En als die leeg is, dan kunnen we die weer gebruiken. En dan moet je even kijken wanneer we weer verder gaan hier. Ik weet nog niet wanneer. Misschien morgen. Dan ga ik voor de tijd nog eventjes weer zorgen dat we weer alles vol hebben. We hebben weer 40 liter. Voor het volgende plekje waar we heen gaan. Maar dat is namelijk een stukje verder fietsen naar een waterpunt. Dus kun je maar beter even wat op voorraad hebben. Ja toch? Gedaan met rust. Kijk eens. Ik denk dat ze plekjes maken voor vissers of zo, ik weet het ook niet. Maar ze zagen daar wat weg of maaien daar wat weg. Nee, dat is wat anders. Ik denk dat er een kilometerpaaltje is of zo. Dat de kilometerpaaltjes weer in zicht moet. Ja, je trekt dat ding nou recht. Dat zal het zijn. Oh, daar is dan. Daar staat er weer eentje. Dat is er misschien maar eentje of twee. Dat valt mee. Ik dacht eerst, ze gaat de hele boel hier zo. Mijn. Met dat ding. Gea, vind je het niet vervelend dat je steeds mensen natuurlijk rijdt? Nee, hoor. Nee, ik kom gerust met. De houseboot had je op een gegeven moment. En toen viel ik in. Toen was ik verkocht. Ja. Oh ja, ja. Want wat jij doet, dat wil ik eigenlijk ook. Het hele jaar. Hè? Dat proberen wij ook. Wij zijn 2 tot 3 maanden per jaar zijn wij op ons huis, in ons huis. Dat is ons huis in Nederland. Op water, ja. Ja, en voor jullie is dit jaar jullie wonen hier. Pardon, ja. Ja. En ik zie ook, nu ik hier fysiek ben, snap ik ook beter wat, het komt natuurlijk veel beter over nu ik dat zo zie, hoe sfeervol het is. Want dat zie je niet zo op de camera. Ik zie nou, oh god, hier de beroemde kast met die batterijen en de accutesten en oh god. Kijk eens, dat is echt, zo hoort een avocado te zijn. Maar deze komt bij Tenerife. Ja, je ziet goed, we zijn niet meer bij onszelf aan boord. En hij laat ons nou eventjes een avocado proeven. Uit zijn eigen boom gaat, ja. El kapitaan. Ja, achter op de boot, als ik eraan denk, maak ik zo eventjes een stukje video van. Achter op de boot, daar zie je ook op staan Tenerife. Iedereen zal wel denken, kom je helemaal uit Tenerife met deze boot? Ja. Komt de Atlantische Oceaan over. Ja,
is goed. Voor mij is die goed, maar... Wil je proeven? Ja. Kijk of die wat meer smaak heeft dan wat jullie, of wat hier. Ja. Oh. Zo koffie zie je niet. Oh, daar hoef je niet. Het is net roomboter. Ja. Ja, daar hoef je dat. Ik alleen de Max zou niet op te doen. Maar... Oh. Oh, heerlijk. Neem je dat nou allemaal op? We moeten naar Tenerife, mensen. Dit is lekker. We moeten naar avocado schalen in Tenerife. Ja, dat is echt lekker. Op Tenerife moet ik zeggen, hè. Niet meer normaal. Ja, heerlijk. Ja? Oh, wauw. Nou, dan hoef je niet eentje hier. Het smaakt een beetje naar walnoot. Ja, ook een beetje. Je niet ja. Hier naar de supermarkt halen, want die gooi je gelijk weg. Dat weet ik zeker. Ik weet zeker dat hij die uit de supermarkt gelijk weggooit als hij een hapje neemt. Wij gooien ze ook weg. Ja. Tenminste, ik eet hem niet op. En dan vind ik het zonde om weg te gooien, dan eet ik hem op. Stom, hè? Maar ik eet hem niet op, nee. En zeggen ze eerder... Je kan ook hoeveel aan ben. Ik heb helemaal koffer vol. Had ik hoor. Dit is de laatste, maar dat geeft niet. Ja, mooi schip. Wat mooi, hè? Hij staat hier voor de deur. Hè, Nicolas, waar we net ook aan boord waren. Staat hier voor de deur. En hij zegt, ik heb 4000 kilometer gereisd om jullie te zien, zei hij. Ik dacht, dat is een geintje. Maar hij komt van Tenerife. En is hij hier naar Nederland gegaan, op zijn boot gestapt. En toen zag hij dat we hier lagen. Toen vroeg hij op de video, dan kun je dat wel zien. Vroeg hij of wij hier nog waren. En toen heeft hij gelijk de boot gestart. Toen is hij hierheen gevaren. En toen stond hij bij ons voor de deur. Hartstikke leuk. Echt, Nicolas, ik vond het heel gezellig. Echt. Nog zo de hele ruimte even schoon krijg, dan kan ik er ook met zondagse kleren in. En dan dit doe ik even met een beetje een vochtige doek. Een vochtige microvezeldoekje is dat. En dan kan ik de roest wat daar zit, dat kan ik dan even behandelen. Maar dat doe ik nou niet. Ik vraag eerst aan jullie, wat kan ik daar het beste op doen? Bij mij kwam het eerst in het hoofd Hemorrhoids. Maar misschien is er wel een heel ander product waar ik er veel beter op kan smeren. Sommigen zeggen ook lijnzaadolie of overtrol en dan eroverheen schilderen. Ik kan het natuurlijk ook met deze proberen. Dat is mij een keer aanbevolen door een van jullie, ik weet zo niet meer wie, om dit te gaan proberen. Volgens mij had dit merk ook iets dat het ook isoleert. Hè? Dus als we zeg maar de binnenkant van de boot schilderen, dat het ook tevens een isolerende werking heeft. En even kijken hoor, als je dan, ja, er zijn meerdere producten, maar als ik dan deze zie, Fluid, direct over roest staat erbij. Ontworpen voor moeilijk bereikbare plaatsen in krappe ruimtes zoals tanks. Je hoeft niet te stralen of te bikken. Ja, dat klinkt mij wel goed in de oren, hè? Maar dat bikken, dat vind ik niks. Vooral niet als het bord in het water ligt.
En zorg voor een volledige dekking. De toepassingsopties omvatten floten of spuiten. Bijkomend schilderwerk is niet nodig. Oh, hé, dat is helemaal mooi. Blijf tot 15 jaar actief in zoet water en 5 tot 8 jaar in zout water. Speciaal geformuleerd voor ballasttanks, ruimten en pieken. Nou, wat daarmee moet voorstellen. Geschikt voor zowel droge als vochtige oppervlak. Hey. Geen verwarming nodig. Vrij van VOC's, oplosmiddelen en zware metalen. Snelle toepassing via spuiten of floten. Ja, floten is volgens mij gewoon de boel volgieten. En na het even weer alles eruit gieten, ja, denk ik. Biedt roestbescherming tot 15 jaar. Ja, lijkt me ook wel wat. Wie van jullie kent dit? Geef maar even een reactie onder de video. Wat het beste is. En dan zal ik eens even kijken wat het haalbaar is voor ons. Ja, de roest zit er nou al zo lang op. Dat kan ook nog wel een weekje lang. En dan kan ik dat dan... Als we daar in Leeuwarden zijn, dan kan ik het eventjes aanpakken. Ja? Maar ik maak het eerst even goed schoon. Kijk eens, dat lijkt toch een stuk beter zo. Hè? Moet misschien nog een keertje met wat vetten, hè, er doorheen. Voor het even verder gaat. Dat gedeelte is ook stofvrij. En dat daar. Nou. Een hele verbetering. Nou nog even de roest aanpakken. Eerst ontvetten en de roest aanpakken, dan grondverf denk ik, of een soort primer. En dan met witte verf. Dan is het lekker licht. Dan doe ik er nog een lampje in. En als ik er dan in moet, dan kan ik alles goed zien, hoe niet met de zaklantaarn iedere keer. We zijn even bij de kringloop in Tuk. Even kijken voor een lampje in het motorruim. Maar er zijn allemaal 220 lampjes. Dat kan ook wel, hè? Natuurlijk. Ik moet wel een beetje... Ja, niet te groot zijn, zeg maar. Ja, heeft iets. Ja, dus €2. €2, als je belieft, dan wil geld. Er zijn er 2 van. Maar dit, door trillen denk ik dat dit losgaat en dat dit er dan uitvalt. Dus daar moet je ook nog weer op letten. Nee, dat die dingen niet los kunnen trillen. Lampen genoeg. Nee, hier heb je een ledlampje. Kijk eens. Dat is wel zwaar. Ook €2, hè? Ja. Een ledlampje. Kijk eens. Ja, maar dit zijn voor mij van die ledlampjes die toch wel warm worden. Ik weet niet zeker waarom, maar... Ja, maar even verder kijken. Dit is mooi voor als we een woonwagen hebben. Dan kun je dat er mooi in hangen. Ja? Postkoets met paarden ervoor. Of koets met paarden ervoor. Ja, net niet wat ik zoek. Geen lampjes. Maar wel een schroef. Mooi hè? Alleen het is een kaasstandaard. Maar wij gaan geen kazen branden. Dus die kan eraf. En dan ga ik deze zo ergens, ik weet nog niet waar, ga zo ergens bevestigen met een schroefje. Of daar. Of met een bootje en een moertje. Ik vond het een leuk ding. €1,50. Koop je toch? En we waren op de terugweg. Van de inbrengwinkel. En toen kwamen we mensen tegen. Of we haalden mensen in die te voet. En die hadden ook allemaal spulletjes bij hem van de inbrengwinkel. En hoorde ik in één keer hoorde ik hem zeggen. Ik ken jullie of zoiets. En dus ik stop. En liggen ze voor ons met de boot. En zijn geabonneerd op ons kanaal. Sinds een half jaar volgen ze ons nou. Dus kwamen ze ons toevallig tegen hier. Dus... Dan ga ik nou even kijken, want die hebben een heel mooi systeem gemaakt met de zonnepaneel. Dus daar ben ik wel even benieuwd naar. Even een kopje thee drinken bij hem. Ja, dat is een keer andersom, hè. Normaal koop ik een kopje koffie drinken hier en dan ga ik een kopje thee drinken daar. Deze is nou in werking. En dan kun je deze eraf halen. Die eraf. Ik zeg het niet, ik kan gewoon direct los, hè. Ja, ja, die kan er gewoon af. Maar die heb je gewoon hier met zo'n hoek, ja. En dan deze ligt ook los. Ja, die ligt ook los. En dan heb je de 4.
Mooi. Ja. Die voetjes, daar had jij het over net. Oh, ja. Ik kan het nou niet doen, omdat er alles op ligt. Ja. Maar als ik zeg maar eens een boutje eruit trek. Ja. Ik kan nou. Ja, dat is een beetje zwaar. Ja, maar die kunnen gewoon eruit pakken. Ik snap het. Gewoon een boutje. Ja. Die zit aan die kant ook. En hier ook. Ja. Ja. Dus ik kan hem en zo zetten. Je kunt hem schuin zetten. Ja, ja. Maar ik kan hem ook zo zetten. Ja, je kunt alle kanten op, hè? Ja. Vier kanten. Nou, dit moet ik even goed onthouden. Ja, nou, ik heb nog zo'n setje, dat kan ik gewoon meegeven. Maar ik kan toch niks meer mee. Want ik heb er minimaal vier nodig. En... Ja, ja, inderdaad. Maar nou heb ik dit erop moeten maken, omdat die panelen hier liggen. Ja. Eerst zal ik dit gewoon rechtstreeks hier opzetten, die paneel. Ja, ja. En dat was het. Oh, dat is mooi bedacht. En hier raak ik het anders. Hartstikke mooi systeem eigenlijk, hè, om zonnepanelen zeg maar kantelbaar te maken. En kijk eens. Ja. Hij heeft er mij ook een paar gebracht. Vier van deze. Die had hij nog over. En deze. En dan krijg ik er ook nog twee van vandaag. Hè? Dus dan kan ik dat ook met, deze, met die van ons kan ik dat dan doen. Hè? Dus deze, even kijken hoor. Deze zo. En dan deze zo. En dan boutjes er doorheen. En dan kan die dus en zo kantelen. En, oh, en zo kantelen. Mooi projectje voor straks. En nou hebben we dat nog niet nodig. Er komt genoeg stroom binnen. Genoeg zonlicht. Maar als de zon straks wat lager ligt. Of lager staat moet ik zeggen. Dan is dit natuurlijk ideaal. Dus moet ik even weer helemaal de zonnepanelen opnieuw bevestigen. Als je deze video kijkt. Nog hartstikke bedankt voor deze beugels. Ja, zijn het beugels? Ja, ik noem ze beugels. Hartstikke bedankt. Als je de kachel hoger zet dan wat eigenlijk nodig is en je ventileert wat, nou, dan verwacht ik, en dan hoop ik in ieder geval, dat we niet geen vochtprobleem krijgen. Ja, dat is afwachten denk ik. Ja, ja. We hebben weer mensen hier op visite, op de koffie. En jullie gaan ook op een boot wonen, had ik begrepen, hè? Ja. 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 Het moet gebeuren. Dat is wel de bedoeling. Het wordt druk op het water. En vanaf wanneer is de bedoeling? Wonen jullie nou nog in een huis staan? Of, ja. Ja. In Eindhoven? Ook in Eindhoven, ja. Een kophuis? Nee, bij mijn vader. Ja, oh. De zolder. Ja, oh, ideaal. Dus ja, je kunt elk moment weg als je wilt. Ja, ja, ja. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan en ik vond het best wel een mooi ding. Er ligt een DAF 575 in, dus met een mooie grote motor. Ja. En toen heb ik daar tegen haar gezegd en toen is zij een keer gaan kijken en die vond dat ook wel een leuk ding. Ja, toen is ze een beetje gaan rollen. Ja, 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 ja. Dus ja, vandaar dat we er twee hebben. Ja, juist. En, maar ja. Ja, nou eens even kijken, dadelijk als ze alle twee klaar zijn. Wat het leukste is en welke het fijnste is en noem maar op. Ja, ja, ja. Nou, die zeilboot die is in principe niet echt het duurste. Dus die zou er nog wel bij kunnen blijven. Oh ja, ja. Ja. Ik ben benieuwd wat gaat worden. Een modderboot of een zeilboot? Hou ons in ieder geval even op de hoogte. Ik kreeg ook al van een hele hoop mensen de vraag. Hoe gaat het met Ruud? Ruud Zwageman. Want die maakt geen video's meer. En hij maakt nog wel video's. Hij heeft ook heel veel gefilmd. Alleen hij heeft het nou zo druk dat hij eigenlijk geen tijd heeft om de video's te editen, hè? Om ze op YouTube te zetten. Maar dat komt er allemaal aan. Het is vandaag vrijdag. En ja, je ziet wel, ik ben niet thuis. Ik sta in de garage van de kinderen in Leeuwarden. En ben even de unboxing video's aan het maken voor de kachel die ik hier heb. En dit is een accu. En die ga ik niet laten zien op deze video. Zoals ik volgens mij al vaker heb gezegd, dat doen we in een aparte video. Dat zijn review video's die we waarschijnlijk alleen op vrijdags gaan doen. Woensdags en zondags komen dan de vlogs en een review video op een andere dag. Dus als jij denkt, ik hoef dat allemaal niet te zien, die dingen, dat interesseert me niet. Dan bekijk je die video niet.
Ja toch? En als je denkt, hey verrek, een accu of een kachel of een weet ik wat. Nou, dat lijkt me wel leuk. Daar heb ik misschien wat aan. Dan kun je de video kijken. En wij hebben nou bij elk bedrijf hebben wij 5% korting voor jullie bedongen. Dus als je denkt van, ja wat heb ik hier aan? En denk nou in ieder geval 5% korting. Ja toch? En van Vivor, waar we die kachel van hebben, heb je 5% korting op alle producten. Dus je hoeft niet die kachel te kopen. Als jij denkt, ik bestel wat op de site van Vivor, weet ik wat, we zijn ook gereedschap, dan krijg je 5% korting. Nou, en vooral als je een wat duur ding koopt, kan dat mooi een hoop schelen natuurlijk, hè, in eurotjes. Ik kreeg een reactie van iemand die zei, ik heb het abonnement opgezegd of zo. Ik kijk niet meer naar je video's, zei hij, want ik vind dat niks met die review video's. Ik zeg maar, daarom doen we dat juist op een andere dag. Dus het verandert eigenlijk helemaal niks aan de vlogs. Alleen dat ik nou even moet zeggen natuurlijk. Dus dan weet je dat even. He, als je niet, als je er interesse bij hebt, ga je eens kijken en anders maar niet. Ja toch? Herman en Vea, met Yuki aan hun zij, zal hun avontuur nooit eindigen zo vrij. Met liefde en vreugde, als een trouwe metgezel, blijven ze zwerven tot aan het einde van het spel.